Hallo en welkom bij Honey Handig met SketchUp. In deze tutorial ga ik jullie uitleggen hoe je in een kleine kamer makkelijk kan rondkijken en toch goede scènes kan maken. Ik ga ook uitleggen hoe je door middel van lagen iets open en dicht kunt laten gaan. Bijvoorbeeld een deur waardoor je naar binnen kunt lopen. In een vorige tutorial heb ik je uitgelegd hoe je zakelijke scènes kan maken. Nou, die zie je ook nog hierboven. Wat ik nu eigenlijk wil gaan doen, ik heb mijn zakelijke scènes gemaakt. Eigenlijk van plattegrond met mijn maten tot aan het 3D, terwijl die leeg is en met interieur erbij. Ik laat mijn dak zien, mijn plafond zien. En nu ben ik eigenlijk wel klaar en wil ik naar het fun gedeelte toe. Namelijk, ik wil mijn kamer laten zien. Dat kan je doen door eigenlijk gewoon scènes te maken en naar voren te gaan. Maar dan zie je al, nou ja, ik had hier nu voor de zakelijke scènes heb ik een witte achtergrond gebruikt. Vond ik wel fijn, want dan kan ik alles gewoon duidelijk laten zien. Maar voor die fun scènes vind ik het eigenlijk wel mooier dat ik hier een soort van ondergrond heb. Anders zweeft mijn kamer maar zo in het niks. Die kan ik erbij tekenen, dat kan natuurlijk altijd. Zodat je door je raam hier nog wat ziet. Maar je kan ook zeggen, ik maak gewoon een horizon. Dus een vloer en een lucht. Dat kan je ook in je scènes vastleggen. We hebben eigenlijk in de eerste scènes tot aan hier vastgelegd dat die wit moet zijn. Stel nou dat je zegt, nou, ik wil naar een andere kleur toe. Dan kan je dat instellen. We hebben al een keer gebruik gemaakt van het stijlmenu. Dus daar gaan we zeg maar nu weer naartoe. Dus zoek je stijlmenu op voor de Windows gebruikers in je default tray en open die even. En voor Mac gebruikers, je stijlmenu zit onder Window. Als je op Window klikt, krijg je een heel lang uitklapmenu. En als je dan verder naar beneden gaat, dan staat hier ergens Styles. Nou, dan in je stijlmenu, klik dan op het tabje Edit. Dan zie je eigenlijk 5 doosjes. En dan zoek je naar het middelste doosje. Als je nou op dat middelste doosje klikt, dan zie je eigenlijk dit. Dan zie je dat de background wit is, maar ik kan ook een sky en een ground instellen. Die ga ik eens even aanvinken. En dan zie je meteen de kleuren die je zeg maar erin wil hebben. Nou, die wil ik er eigenlijk, ik vind deze kleurgrond vind ik niet mooi. Dan kan je op die hokjes, die vakjes zeg maar, achter klikken. Dan krijg je een pop-up menu. Bij jullie ziet het er waarschijnlijk zo uit met een color wheel. Vind ik wat lastig om een goede kleur in te stellen. Zeker als ik wat nuance wil aanbrengen. Dus ik zet hem eigenlijk meestal zelf op HLS. Want dan kan ik hierboven zeggen in welke kleur ik het wil zoeken. En dan kan ik bijvoorbeeld hier zeggen ik wil hem lichter of ik wil hem grijzer, ik wil hem donkerder. Kan ik hem wat secuurder bijstellen. Dat is wel heel erg fel. Ik wil hem eigenlijk wat grijzer. Iets lichter. Ja, dat vind ik prima. En de lucht wil ik wel iets blauwer. Wat ook handig is, is dat je hier de kleurnummers kunt opschrijven. Dus dan kun je die kleur altijd terugvinden. Als je dit aangepast hebt, klik dan even op updaten. Nee, klik niet op updaten. Sorry. Klik niet op updaten. Wat hij dan namelijk gaat doen als je hier nu op klikt, is dat al deze scènes ook die blauwe en groene achtergrond krijgen. Dat is niet wat we willen. Ik wil het eigenlijk pas vanaf de volgende scène. Dus draai je tekening. Kan best zijn als je zegt, nou, ik wil dat ik hem in een bovenaanzicht hou voordat ik naar het vooraanzicht ga. En ik wil eigenlijk mijn kamer nog van meerdere kanten in het bovenaanzicht laten zien. Dan kan dat. Dan kan je zeggen, ik haal mijn plafond eraf en ik maak een scène aan waarbij ik nog een beetje zeg maar heen en weer ga. Ik wil hem eigenlijk een beetje in het bovenaanzicht houden. En dan eigenlijk een beetje draaien en inzoomen, zodat je de kamer iets beter kunt zien. En dan pak je je scène menu er weer bij en dan klik je op een plusje. Op het moment dat je dat doet, we hebben nu zeg maar in die stijl daarboven iets veranderd. Want ik heb de ondergrond groen gemaakt en de lucht blauw. En dan krijg je meteen hier deze pop-up. En dan zeg je, wat wil je doen met die veranderingen die we net gedaan hebben? Wil je de selected style updaten? Dus die witte ondergrond die we hadden, wil je die updaten? Zodat die eigenlijk over al die scènes diezelfde kleur krijgt. Nou, dat is niet wat ik wil. Want ik wil juist in de zakelijke scènes dat mijn ondergrond zakelijk blijft.
Ik wil hem als een nieuwe stijl bewaren. En dat betekent dat vanaf deze scène die ik nu maak, vanaf scène 15, zit deze blauwe, ondergrond, zeg maar blauwe lucht en groene ondergrond, zit daar gewoon in. Wat ik nog wel fijn vind voor mezelf, is om te zeggen dat ik deze nog even een naam geef, Start Fun. Zodat ik weet, vanaf hier start de fun. Nou, dan kun je eigenlijk gewoon al je scènes maken die je graag wil. Dus ik maak er even snel een paar. Ik laat mijn plafond erop komen. En dan ga ik langzaam naar voren toe. Want dan komen we bij het volgende gedeelte van deze tutorial. Ik wil je namelijk laten zien hoe je een deur open en dicht kan laten gaan. En in de vorige tutorial heb ik je uitgelegd dat op het moment dat je met eigenlijk scènes gaat beginnen en scènes gaat maken, dan is het handig dat je van tevoren extra lagen aanmaakt. Want het kan wel zo zijn dat je bedenkt, oh, dat ben ik vergeten. Ik heb nog een paar extra lagen nodig. Moet je die nu nog aanmaken? Je ziet dat ik al 18 scènes heb gemaakt. Op het moment dat ik nu nog een laag aanmaak, staat die in al die scènes aan en moet ik hem in elke scène handmatig updaten. Daar heb ik niet zo'n zin in. Vandaar dat ik ook zeg, maak van tevoren een hoop ongebruikte lagen aan. Zet ze uit. Want die komen nu van pas. Ik wil namelijk mijn deur open en dicht laten gaan. Ik heb hier een schuifdeur. Ik heb aan de andere kant heb ik twee openslaande deuren. Die zeg maar open draaien. Dus ik kan het beide laten zien hoe je dat moet doen. Ik zet even mijn scène weer goed neer. Ik wil eigenlijk een beetje recht voor de deur staan zo. Zo, dat is beter. Om je deur open en dicht te laten gaan, heb je eigenlijk... je kan niet in ene scène, zeg maar, deze scène zeggen, mijn deuren zitten dicht. Vervolgens schuif ik mijn deuren open. En dan maak ik nog een scène aan. Zo werkt het niet. Kijk maar. Dan staat in al die scènes, alle scènes die je gemaakt hebt, staat die deur gewoon half open. Want hij ontslaat niet per scène op of waar een object wat jij getekend hebt zich bevindt. Zo werkt het niet. Ik haal deze scène weer even weg. Waar je het wel mee kan doen is met lagen. Het gaat dan niet vloeiend. Het gaat in stapjes per scène. Maar je kan wel een deur open en dicht laten gaan. En wij doen het in twee stapjes. We gaan een deur van open naar van dicht naar half open naar open. Wat je dan nodig hebt is een aantal kopieën van die deuren. Dus heb jij een schuifdeur? Selecteer die dan eventjes. En kopieer hem twee keer. Nou heb ik aan de andere kant een openslaande deur. Dus ik ga ook even die openslaande deuren twee keer kopiëren. Ik zet ze eventjes lekker ver hier voor mijn kamer neer. Dan kan ik ze dadelijk makkelijker draaien. Want we gaan die kopieën in verschillende lagen zetten. Nou, wat je eigenlijk moet doen is met die kopieën. Eén kopie is deurdicht, dus die hou je dicht. Bij één kopie zit je de deur, schuif je de deur helemaal open. Zover als je hem open wil hebben. Dat kan je later altijd nog bijstellen als je zegt, och, ik heb hem te ver opengeschoven of te weinig opengeschoven. Dan kan je dat altijd nog bijstellen. Maar zet je deur maar even een stukje open. En die middelste kopie is half open. Dan laten we hem in twee stapjes open gaan. Nou, dat doe ik met die draaideur ook. Dan selecteer ik een deur. Deze twee zet ik even helemaal open. Selecteer ik een deur, dan pak ik mijn rotate tool. Dat is deze. Je kunt naar de onderkant of naar de bovenkant van je deur gaan, maar zorg even dat je ingezoomd bent op zo'n hoek. Ga je op de hoek staan, voordat je klikt, pak je je pijltjestoetsen en dan is het de pijltjestoets naar boven op je toetsenbord. Als je die één keer indrukt, dan gaat je rotate tool liggen. Dan klik je erop, op die hoek, dan pak je eigenlijk met de tweede klik die deur vast en dan kan je hem opendraaien zo ver als dat jij wil. Nou, ik wil hem eigenlijk 115 graden openzetten. En dat wil ik met deze ook doen. Dus je kunt het gewoon op de hand doen. Je kan ook een maat intypen. Dus dat doe ik bij deze ook. Is dat ook? Ja, 115. En deze ga ik een stukje opendraaien. Dus we hebben een deur dicht, we hebben een deur half open en we hebben een deur open. Je kunt natuurlijk veel meer stappen pakken.
Maar we doen het nu eventjes met twee. Zo. Nou, als je dat gedaan hebt, dan moet je ze eigenlijk eventjes in een juiste laag zetten. Dus ben ik blij dat ik een hoop lagen, extra lagen heb aangemaakt. En ik wil eigenlijk de deuren apart van elkaar, omdat ik twee verschillende deuren heb, ik wil ze apart van elkaar kunnen bedienen. Dus ik maak eventjes een laag aan die heet voor, nee, deur, schuif open. We hebben een deur dicht, hadden we. Ik maak, verander die naam even naar schuif, omdat ik een schuifdeur en een draaideur heb. Dan zet ik die laag eventjes aan. Dan heb ik deur, schuif open. Oh, die had ik al gemaakt. Deur, schuif half open. Je hebt eigenlijk drie lagen nodig, omdat we hem in drie stapjes open laten gaan. Dicht, half open en open. Dus dat doe ik ook eventjes voor die dubbele deur. Zo zie je, voor eigenlijk een simpele actie heb ik nu van twee dingen heb ik zes extra lagen nodig. Dus het is gewoon handig dat je veel extra lagen openmaakt. Dan ga je eigenlijk elke deur in de juiste laag zetten. Deze schuifdeur, die gaat via het Entity Info menu, wat ik in de vorige tutorials heb uitgelegd, moet die in deur schuif dicht. Nou, daar staat die in. Super top. Deze, omdat het een kopie is van die dichte schuifdeur, staat ook in laag deur schuif dicht. Daar moet hij niet in zitten. Hij moet in deur half open. Nou, die laag heb ik volgens mij uitgezet. Hij moet zelfs niet in deur half open, hij moet in schuifdeur half open. Moet ik even kijken of ik hem daar schuif dicht. Deur schuif half open. Moet die laag hier aanzetten. En deze in deur schuif open. En dan kan je weer met die oogjes even nakijken of die goed open gaan. Nou, je ziet dat achter de dubbele deuren van mij openstaan. Dat komt omdat ik die dubbele deur oorspronkelijk in de laag deur dicht had gezet. Daar heb ik net deur schuifdicht van gemaakt. Dus deze, die moet niet in deur schuifdicht, maar die moet in deur dicht. Ga ik die laag even aanzetten. Deze moet in deur half open. Ga ik die laag ook weer even aanzetten. En deze gaat in de laag deur open. En dan zet je die deuren weer terug op zijn plek. Nou, kun je heel moeilijk gaan lopen pielen. Wat ik eigenlijk altijd doe, is aan de onderkant van mijn plattegrond schuiven. Zodat ik makkelijk eigenlijk die deur weer langs een as op zijn juiste plek kan schuiven. Gewoon er goed opzetten. En dan kan het best zijn dat je ziet, oh, ik moet mijn deur nog een stukje verder open schuiven. Dat kan je straks allemaal aanpassen. Kan je even kijken, zit het een beetje netjes? Ja. Mijn deur open, die kan nog een stukje verder open, zie ik al. Dan kan je gewoon aanpassen. En vervolgens ga ik naar deze kant, zet ik deze deuren op de juiste plek. Nogmaals, het is gewoon heel handig om dat aan de onderkant te doen. Pak dit nou niet ergens hier vast, maar pak het op een hoek vast. Zodat je het netjes in je deuropening neer kunt zetten. Werk secuur in SketchUp. Dat is gewoon heel handig. Wen jezelf. Als je dat van jezelf aan het begin aanwendt, dan maakt dat je leven echt een stuk makkelijker. Heb je minder de neiging om je computer, je laptop uit het raam te gooien? Nou zie ik al dat deze deur eigenlijk niet zo ver open kan. Dat is jammer. Dus ik ga hem niet, want dan zit hij in mijn muur. Dus ik ga hem een stukje, oh, terugschuiven zodat hij goed staat. En vervolgens doe ik dat aan deze kant ook. Eens even op de goede plek zetten. En dan ga ik hem even bijdraaien. Dus het is iets wat je eigenlijk makkelijk kunt bijsturen.
Oké, we hebben alles op de goede plek staan. Dan ga je weer op de laatste scène staan. En dan zijn eigenlijk alle deuren. Check dan even naar in je lage menu. Of alles wat aanstaat aan moet staan. En wat alles wat uitstaat uit moet staan. Bij mij staat schuifdeur dicht open. Dat is goed. Deur dicht aan de andere kant. Die staat niet aan. Zie je dat? Die is uit. Dat is niet wat ik wil. Er moet wel een deur in zitten. Dus die zet ik aan. Deze zet ik ook even aan. Dan zet ik deze even uit. Staat die aan? Ja. Dan moet mijn computer even een backup maken. En dan kan je gewoon weer verder gaan met het maken van scènes. Dus ik maak nu een scène waarbij beide deuren dicht zitten. Ik wil eigenlijk die deur bij het balkon nog even dicht laten. Dus daar doe ik niks mee. Maar bij deze scène, bij 19, zitten de deuren dicht. Nu zet ik deze laag uit van deur dicht. Doe ik de laag van de deur half open doe ik aan. En dan maak ik weer een scène. Je kan met je camera bewegen. Ik kies er nu voor om op dezelfde plek te blijven staan. Kan ik later altijd nog even aanpassen. Vervolgens zet ik de laag deur schuif half open uit. Zet ik de laag de deur schuif open, zet ik aan. En dan maak ik weer een scène. Als ik nu door deze scènes heen klik, gaat mijn deur eigenlijk in die scènes open. Als je dat wil afspelen, dan ga je hier naar View toe. Gaan we eerst even instellen hoe jij je scènes. Gaan we eerst even nakijken hoe de scènes staan ingesteld. En die staan eigenlijk altijd met een tussenstop ingesteld. Dus die staan eigenlijk altijd met 1 seconde tussenstop tussen de scènes. Als je een vloeiende film wil hebben, raad ik je aan. Zet die eigenlijk altijd op 0. Voor leerlingen van mij, zet hem altijd op 0. Dan, dat is de scene delay. Dus zet het scene delay, schrijf het desnoods op altijd op 0. Zet dan de scene transitions. Die zou ik ergens tussen de 2 en de 4,5 houden. Je kan dit later altijd bijstellen. Dit is niet iets wat je nu vastlegt in de scènes. Als je een keer door je scènes heen loopt en je vindt het te traag gaan, kan je hem versnellen. Je kan scènes ertussen uithalen. We hebben hier die dubbele scènes gemaakt. Als je ergens denkt, nee, dat duurt me echt te lang, haal je die dubbele scènes ertussenuit. Dan kun je allemaal tweaken en bijstellen. Ik zet hem meestal op 3,5. Dan hebben we de scène tijd ingesteld. En dat is eigenlijk de tijd die erover doet om van hier naar daar te gaan, van daar naar daar. Dus wat ik hier nu klik in 1 seconde, daar gaat SketchUp dadelijk 3 seconden over doen en daar draait de camera ook naartoe. Nou, bij de plattegrond ga je dadelijk eerst niet zo heel veel zien. Klik maar eens op de eerste tab scène en dan klik je daar met rechts op. Eerst met links om die te selecteren. Dan klik je daar met rechts op en dan kan je kiezen Play Animation. En als je daarop klikt, krijg je een kleine player. En die staat hier op pauze. En je ziet hier bovenin dat die langs die tapjes loopt. En dan zie je de maten verschijnen. Je ziet je interieur verschijnen. Hier gaan de maten weg, want ik heb de laag met maten uitgezet. Vervolgens ga ik naar de plattegrond alleen. En daarna schiet hij in één keer naar een 3D-tekening. En nou zie ik meteen, kijk eens. Dan zie ik hier, hey, deze laag had ik nog niet aangemaakt. Hier staat de verkeerde laag aan. Zien jullie dat? Mijn deur staat namelijk niet aan. Dat moet ik even corrigeren. Dan kan je op die player op stop klikken. Gaat die weg. Voor de Mac-gebruikers, klik even op een scène. Op een scène-tapje bovenaan je scherm. Dus op een van deze scènes, dan stopt het spelen van je filmpje. Dan kan ik zeggen, oké, deze deur, die moet nog dicht. In deze scène. Klik ik er rechts op. Zeg ik update. En dan is het gefixt. Dan gaat hij dicht. Maar nou zie ik dat in elke scène. Zal ik dat even aan moeten passen. En moet ik hem aanzetten. Dus soms ontkom je er niet aan. Dat je toch. Een aantal scènes moet updaten. Alleen gaat het eigenlijk. Over het algemeen. Zijn dat maar een paar scènes op deze manier. Terwijl als je een nieuwe scène aanmaakt, staat die eigenlijk in elke scène aan. Dus het is handig om van tevoren die extra lagen aan te maken. Update. En dan nog even nakijken bij Start Fun. Dan zit die deur ook nog open. Nou, dan pak ik hem heel eventjes vanaf hierop. Ga ik hem weer even afspelen.
zodat ik jullie kan laten zien dat die deur open gaat. Nogmaals, die deur die kan eigenlijk niet vloeiend open gaan. Dat zou wel met Dimension Tools kunnen, maar dan kan je hem alleen aanklikken. Dat kan je niet vastleggen in een film. Dus zie ik nog een scène waarin ik de deur aan moet zetten. Dus die moet ik daar nog even updaten. Maar hier gaat dadelijk in scène 18, 19 en 20 en 21 gaat mijn deur open. In twee stapjes. En nu kan ik naar binnen lopen. Oké, dan heb ik nog een tip. Dit is een kleine kamer. En dit is eigenlijk de laatste. Als je deze kamer binnenloopt, dan is dit best wel klein. Dus ik maak nu nog even een scène aan, omdat ik naar binnen wil lopen. En als ik nu hier binnenin sta, dan denk ik, jeetje, jongens, hoe moet ik hier nou scènes gaan maken? Het is best klein. Dat komt omdat SketchUp eigenlijk standaard met een lens werkt die op 35 graden staat. Dat kan je aanpassen, let maar eens op. Als ik nou hier in de deuropening sta en ik klik op het loepje, dan zie je hier rechts onderin, of bij sommige mensen links onderin, zie je Field of View verschijnen. En daarin staat welke graden dat jouw cameralens staat. Die staat hier op 35 graden. Je hoeft niet in dat vak te klikken. Zonder dat je ook nog maar ergens in klikt, kan je gewoon een getal typen. En ik zou dat onder de 60 houden. 55 is al best wel veel. Hou het op 45, 50. Ik zal even 50 doen. Ik typ gewoon 50 in op mijn toetsenbord. Druk op enter. En dan verspringt mijn camera naar een grote hoeklens. Dan zie je dat die hoek een stuk naar achter verschuift. En dan zie je ook dat ik veel meer ruimte heb om in die kamer rond te kijken en rond te lopen. Hij vertekent natuurlijk je ruimte een beetje, omdat het een groothoeklens is die je er nu opzet. Maar op deze manier kan je nu weer scènes gaan maken. Het grappige is ook dat je kunt zien in je film dat je van lens verwisselt. Let maar eens op. Ik laat hem even afspelen. Hier staat hij nog op 35 graden. Nou, de deur gaat open. Ik ga naar binnen. Daar staat hij ook op 35 graden. En nu, terwijl ik draai, zie je dat die groothoeklens erop komt. En kan ik mijn kamer eigenlijk rond gaan kijken. Nou, vanaf hier is het eigenlijk niks anders dan gewoon meer scènes maken. Een mooie rondleiding door je ruimte maken. Je kan nog deuren open en dicht laten gaan. Dat kun je, dat ga ik straks ook nog doen hier met het balkon. Ik zag dat ik hier nog een stel kastdeuren heb die ik niet erin heb zitten. Dus die ga ik ook nog even intekenen. Wil ik open en dicht laten gaan. En op het moment dat je klaar bent, dan kan je zo'n film gaan exporteren. Hoe je dat doet en hoe je 2D-beelden goed exporteert vanuit SketchUp, laat ik jullie zien in de volgende tutorials.